hele stuk, want nu wil ik praten. En mijn gezicht is helemaal strak samengetrokken door een masker. Ik heb een glittermasker op. Dit masker zat dus in een cadeauverpakking dat ik van mijn nicht heb gekregen. En vandaag wil ik het uit gaan proberen. Ik heb het al langer dan 10 minuten op, dus ik ga het nu van mijn gezicht verwijderen. Die masker ruikt best wel chemisch, ain't gonna lie. En toen ik hem hier aanbracht, was het een beetje... Ik voelde toen iets bij mijn ogen gebeuren. Maar ik heb er nu geen last meer van, gelukkig. Dus ja... Er zit toch wel wat troep in, denk ik. Maar ik vind het leuk. En ik heb heel lang geen masker gehad. Ik heb het cadeau gekregen. Dus ik ga het sowieso opmaken. En er staat... Less bitter, more glitter. Echt zo leuk. Mijn nicht heeft de skincare producten cadeau gegeven aan mij. En allemaal hebben ze echt van die hele leuke quote. Even kijken, wat heb ik nog meer hier? Ik heb hier de Confetti Body Cream. Dus een soort van glitter body cream. En er staat... Peachy Soft Skin Alert. Dat is minder affirmatisch, zeg maar. Als dat überhaupt een woord is. Body scrub staat er. Damn, girl. En de douchefoam staat er. Wow, just look at you, babe. Deze vind ik zo leuk. Want ze noemt me altijd babe. Dit is echt wel cute. Dit heeft ze mij gegeven in combinatie met een parfum. Dat ik zo graag wilde hebben. Auw, of is het die ik zo graag... Een parfum dat ik zo graag wilde hebben. Toch? Enkel fout. Dan is het dat. Ik struggle nog steeds met die en dat. Ik had de geur toevallig ook al van mezelf gekocht. Dat is deze. En wat zij mij heeft gegeven. Zit nog heerlijk in de verpakking. Bij mijn parfum stash. Want het is echt een van mijn favoriete geuren. Perfect. Ik had hem ook zeg maar hier bij mijn décolleté gezet. Het is af en toe verstandig om maskers bij je décolleté te zetten. Kwam ik achter toen ik bij Douglas werkte. Ik ga eerst een thumbnail maken. Eerst een thumbnail. Yes, ik heb mijn thumbnail. Ja. Kijk, het gaat er echt heel makkelijk af. Ideaal. En van mijn gezicht nog. Mijn ervaring met peel-off maskers is echt traumatisch. Meestal deden die echt heel veel pijn. Deze valt echt reuze mee. Deze gaat gewoon... Ik ben hier aan het rommelen. Deze valt, gaat echt heel makkelijk van de huid af. Kijk. Oh, dit voelt zo lekker. Oh, heerlijk. Ja. Je gaat verder doen. Hey babes, ik heb vandaag gewerkt. Sarah komt net uit de douche. Ik ben al begonnen met voorbereidingen om te koken. Ik ben basically al begonnen met koken. Ik heb zo'n trek. En ik heb trek in aardappelpuree met vis, rode pesto... En gewoon groente. Lekker Hollands potje. Ik ben al begonnen met het schillen van de aardappelen. Oeh. Oh, dat had ik niet moeten doen. Echt jongen, aan het einde van de dag heb ik... Mama, heb ik niet nog tijd? Ja, een klein beetje tijd. Wat wil je doen? TV kijken gaat hem niet worden, schat. Helpen? Help in de keuken? Nee, doe maar niet, want je bent net gedoucht. Dan ga ik net een beetje pushen om mijn doos te pushen. Nee, lieverd. Je mag of lezen of gaan slapen. Want het is eindelijk al bedtijd. Maar als je nog niet kan slapen, mag je nog even lezen. Carry emotion, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be. Goedemorgen, gaan zij dat haar doen? Nee. Dankzij je spieren kan je bewegen. Als je geen spieren staat, als je geen sterke spieren hebt, kan je ook niet goed bewegen. Hey babes, Sarah is zojuist opgehaald door haar vader om naar school gebracht te worden. Ik ben ook al klaar om de deur uit te gaan. En dat komt niet vaak voor dat ik meteen klaar ben.
Dus ik ga parfum zetten en schoenen aandoen. Pak meteen sokken. Vandaag doe ik sneakers aan en het wordt niet echt warm buiten. Tot volgens mij? Volgens mij wordt het 18 graden max. Met een beetje zon of met heel veel zon. Maar echt warm wordt het dus niet. En toch wil ik geen jas aandoen. Ik weiger. Het moment dat ik een jas of iets moet aandoen, dan is het echt toegeven voor mij dat de zomer voorbij is. Dus ik denk dat ik dit dingetje aandoe. Ik hou dit jasje aan. Echt zo'n statement vestje. De parfum dat ik nu ga opzetten is van Hugo Boss. Mavi. En dit is echt een van mijn favoriete geuren van Hugo Boss. En het is echt heel grappig. Want ik heb exact deze geur ook van mijn nicht cadeau gekregen. Dus ik heb alle praten en parfum opzetten, dat werkt niet. Ik heb dus eigenlijk al een reserve flacon. Oh, dat is zo lekker. Ik denk dat ik dit ook in miniatuur heb, maar dat weet ik niet zeker. Als ik wil dat mijn parfum lang moet blijven zitten, doe ik het sowieso achter mijn oor. Dubbel, hè. En hier. En als ik eerlijk mag zijn, ik heb nu echt te veel parfum op. Maar deze is zo zacht dat het niet zo overheerst. Goed, dit is mijn outfit. Let's go! Hey babes! Ik ben zo trots op mezelf. Ik heb me aan mijn planning gehouden. Ik heb me aan mijn persoonlijke afspraken gehouden. Dus ik ben echt trots op mezelf. Ik ben mijn nagels gaan doen. En gelukkig ben ik eerder de deur uitgegaan vandaag. Zodat ik boodschappen kon gaan doen op Kruiskade. West-Kruiskade, want Kruiskade is die andere straat. Vaak als ik precies op tijd wegga in de ochtend, is de kans groot dat ik in een vervelende file terechtkom. Vandaag is dat dus gebeurd. Maar omdat ik vandaag dus eerder de deur uit ben gegaan, was de file voor mij geen storende factor. Dus dat was wel echt fijn, want ik had mijn afspraak om 10 uur. En ik ben 7:15 de deur uitgegaan. Dus ik had nog wat tijd om boodschappen te doen. Dus ik ben naar Westkruiskade gegaan. En heb ik Surinaamse boodschappen gedaan. Omdat ik soep wil maken. Volgens mij heeft deze soep geen naam. Maar ik heb gewoon ingrediënten gehaald. Waarvan ik denk dat ze prima in de soep kunnen. En ik heb hier in het dorp ook kleine boodschappen gehaald. Ik heb gewoon kip gehaald. Het liefst haal ik kip bij de slager. Maar ik haal geen kip meer bij de slager. Want de laatste keer dat ik daar van die kipkluifjes heb gehaald, zaten die nog vol met haar. En dan moest ik ze zelf schoonmaken. Vond ik echt irritant. Dus grote stukken kip haal ik gewoon bij de halal slager. En kipkluifjes haal ik gewoon hier bij de supermarkt. En stel dat er iemand komt eten die halal eet, dan logisch. En ik wil iets met kip maken, dan haal ik het gewoon volledig bij de slager. Ik heb in het dorp ook nog eens Dubai chocolade gekocht. En die de eigenaar volgde mij op Instagram. En ik zei dat ik de hype niet snapte, et cetera, et cetera. Zei ze, nee joh, kom maar eens een keer bij ons halen. En als je het niet lekker vindt, krijg je geld terug. Nou had ik het dus gekocht. En ik vond het lekker. En heb ik vandaag mijn tweede reep gehaald. Ik heb mango gehaald. Was lekker 35% afgeprijsd. En die mango's van Albert Heijn kunnen echt lekker zijn. En ik heb voor Zaira dit gehaald. Dit is de Strawberry Bubble Tea Kit. Dus Zaira gaat lekker haar eigen bubble tea maken. Oh! Ik dacht dat het één setje was, maar het zijn er drie. Leuk. Ik hoop echt dat ze het leuk vindt. En ik moet haar straks van school ophalen. En Zaira kennende wil vaak niet naar huis. Omdat ze met een klasgenootje wil afspreken. En ik heb haar ook vanochtend gezegd dat ze vandaag wel mocht afspreken. Dus ik ben benieuwd of ik haar zover krijg om toch naar huis te komen. Want ik wil graag die bubble tea met haar maken. En ik wil met haar naar de piep. Maar jullie nichtje kennende. En nou, Wani kwam zo aan Wani buiten spelen. Ik snap het wel. Kinderen van Zaira's leeftijd willen gewoon gezelligheid. Gezellig met vriendjes en vriendinnetjes spelen. En Zaira heeft geen broertjes en zusjes. Dus
Ze komt niet graag naar huis. Ik snap er wel. Goed, ik ga even snel hier opruimen. Dan ga ik beginnen met voorbereidingen om te koken. Ik heb nog niet helemaal opgeruimd. Ik ben in het proces van opruimen. Dan doe ik iets hier. Dan ga ik naar de woonkamer. Dan ben ik daar. All over the place. Maar ik heb dus ook een rijstkoeker gekocht. Mijn rijstkoeker die heeft het niet zo lang geleden begeven. Hij ging gewoon ineens niet meer aan. En hoe dat komt, ik snap het nog steeds niet. Ben ik het bonnetje kwijt en ik heb geen zin om te gaan zoeken. En ik ben benieuwd, want dit is een rijstkoeker met een groentestoompotje. Best wel een grote rijstkoeker. Dit is mijn oude, dit is mijn nieuwe. Dus best wel een grote rijstkoeker. Dit vind ik wel leuk. Een zwarte lepel! De meeste rijstkoekers hebben een witte lepel. Allebei van mijn vorige rijstkoekers. Maar dit is een zwarte lepel. Dat vind ik extra leuk. En het heeft structuur op de lepel. Deze had ook structuur op de lepel. Dat vond ik ook wel fijn. Hij ziet er best wel mooi uit. Jawel! En als ik rijst aan het koken ben, kijken of de kabel lang genoeg is. Wat wel heel goed uitkomt. Nu ik bewust bezig ben met voeding en sporten. Ik dacht dat dit van metaal was, maar het is van hard plastic. Ik dacht hetzelfde materiaal als de binnenpot, maar het is gewoon van plastic. Oh, dan staat hij er echt zo op. En het deksel sluit dan het stoomgedeelte heel goed aan. Waardoor ik tegelijkertijd rijst kan koken en groenten kan stomen. En ik ben echt zo excited. Het is ietsje groter dan ik had gedacht. Maar ik bedenk me net dat dit wel groot genoeg is om een goede maaltijd zoals moxa lazy klaar te maken. Ja, I'm excited. Ja. Blijf er. Dit ga ik allemaal even goed wassen. En als ik het wil opbergen, kan ik het zo opbergen. Neemt het ook iets minder ruimte in beslag. Bubbeltje maken! Sarah en ik gaan bubbeltje maken. En ik heb vandaag bij Yamin dit pakketje gekocht. Ze hadden twee soorten en ik koos gewoon voor de roze. Het is een pakket van drie. Dus je kan drie keer bubbeltje uit dit pakketje halen. Want Sarah vroeg net ook al, waarom zijn het er drie? Het is heel makkelijk. Sarah zag leuke bekers bij de Zeeman. Dus ik heb een beker voor haar gekocht. Terwijl we echt duizenden bekers hier hebben liggen. Er zitten dus drie grote rietjes in het pakketje. Want anders kan je tapioca balletjes niet opdrinken. Logisch, dat is ik helemaal vergeten. Oh. Heel heet. Voel je dat? Weet je al dat je goed is? Ze moeten zo, weet je waarom? Nee. Oh, anders gaan ze smelten, gaan ze plakken. En dat wil je natuurlijk niet. Maar het is net als pasta. Als je gekookte pasta in koud water doet, dan gaan ze minder snel smelten. Ja. Zo, die blokjes ijs gaan heel snel smelten, man. Een beetje dichterbij, dat je niet moest. Zo. Kijk! Ja. Dit lijkt echt op de real bubble tea. Dit is ook de real bubble tea. Hier, nog meer ijs. De echte van de hele wereld. Sarah, doe het liever met je hand. Ik wil wel zien hoeveel ijs dit beetje kan. Eentje is genoeg. Eentje. Goedgekeurd? Mm-hmm. Ik ga hier niet vanaf blijven. Wat zeg je? Ik ga je niet vanaf blijven. Het is goedgekeurd. Mm-hmm. Is het lekkerder dan de echte? Smaakt het als de echte? Kom eens even terug. Het lijkt op de echte en smaakt als de echte. Sarah en ik hebben iets heel leuks op de planning staan. We hebben namelijk een fotoshoot. Sarah doet net een smintje naar mond. We hebben een fotoshoot. En van een half uurtje. Het is voor een beginnend fotograaf. En ze heeft een soort van walk-in fotoshoot ergens op een locatie. In het bos. Dus ik dacht, ja, het is nog groen. Dus ik had twee opties. Of oranje, geel of beige wat we nu aan hebben.
En dit was het meest de meest makkelijke kleur voor ons om bij elkaar te fixen. Zijra moest alleen nog een nieuw truitje hebben en ik had alles al. Ja, ik heb bedacht om gipskruid dus in mijn haar te doen, maar dat ga ik straks in overleg doen met Isa. Misschien een paar foto's zonder gipskruid in mijn haar en de rest met. Is je auto dicht? Doe maar, heb je een knopje druk? Ja. Kom. Wel schattig dit. Vind je? Ja. Artkaba. Van de mooi, hoe deed jij? Van de kaying. We hebben een fotoshoot. Oh. Ja. Leuk. And I look very demure. Wat voor fotoshoot heb je? Die mom-daughter shoot? Ja, mom-daughter shoot. Zo leuk. Ja, wil je zien? Doe je camera aan. Ja, dan moet je aan lachen. Nee. Dan nu ga ik helemaal lachen. Baby, ya se acabó. Tú no tienes que dejar a él por mí. Y baby, ya no lo compliques. Quiero disfrutarte una vez más. Hey babes, it's a wrap. Zijra, wat vond je ervan? Leuk. Vond je het leuk? Ja. Ja? En Zijra, zij kan echt goed onderhandelen. Zij heeft het voor elkaar gekregen om deze bloemen naar huis mee en te nemen. En twee mandarijnen. En twee mandarijntjes. Nee, die shoot was echt leuk. En ik zal de gegevens van de fotograaf onderaan in de beschrijvingsbox doen. Ze gaat binnenkort ook weer andere shoots organiseren. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een afspraak maken. Onderweg naar hier reden we voorbij een fietsenzaak. En die ken ik. Van vroeger. Dus ik ga ook meteen langsrijden om te zien of dat ze een geschikte betaalbare fiets hebben. Voor mij. Zodat ik met deze kleine meid op stap kan gaan. Wanneer zij gaat fietsen, dat we samen kunnen. Ja. Hey babes, we zijn inmiddels omgekleed. En we gaan nu naar mijn nicht toe. Want, ja, tante Allison is mijn nicht. Als dat jouw nicht is, is het wel mijn tante. Dan is het wel jouw tante, ja, zeker weten. Oké, we gaan naar mijn nicht toe, want we hebben een verjaardagsfeestje daar. Ze gaan lekker bowlen, de meiden. Ik wil eigenlijk mijn laptop meenemen om te gaan werken. Maar ik heb me bedacht dat ik gewoon een leesboekje meeneem. Dan gaan wij vandaag gewoon lekker eerder naar huis. Zodat ik verder mijn werk op de laptop kan doen na het feestje. Toch, Mia, amor? Heb je er zin in? Ja. Ik ben Zijra's autostoel weer boven vergeten. Ik heb mijn kleding gewassen. Maar ik vergeet elke keer die autostoel. Ja. 29 of 30? Ik heb altijd 30 maat. Hier? Ja. Lang zal ze leven in de gloria.